onderweg naar Londen. We vliegen vanuit Keulen richting Londen Stansted. Ik ga Jairo Riedewald tatoeëren. Hij is een jongen van 21, heeft voorheen bij Ajax gevoetbald. En sinds kort, sinds 3 maanden, was bij Londen Crystal Palace. Ik heb Robert bij, Robert Nestor, de customizer. En hij doet kleding vermaken, heel naar zijn eigen smaak, met de kledinglijn Off The Grid Jeans. Ja, ik ben Robert Nestor van Off The Grid Jeans. Ja, ik werk sowieso met textielverf. En die zet ik dan dus op de kledingstukken, zoals leer en spijkerstof. Begin met een onderlaag, een witte onderlaag. En vanuit daaruit gaat de inspiratie groeien, bloeien. En dan komen er hele mooie kunstwerken tevoorschijn. Hoe ben je bij mij terechtgekomen? Eigenlijk, mijn neef zei van ik ga een tattoo zetten en ik ga naar Venlo. En ja, dat is natuurlijk ver van Amsterdam, dus ik vroeg altijd al waarom ga je naar Venlo? En hij had toen een portret van zijn moeder laten zetten en dat was mooi. En toen kwam ik op het idee om ook een tattoo te zetten, maar zwart. Zwart-grijsachtig donker en toen wist ik nog zeg maar van jou dat je eigenlijk heel goed bent in zwarte tattoos. Dus gewoon via mond-op-mond reclame is het leven mij terechtgekomen, toch? Eigenlijk wel een soort van mond-op-mondje en natuurlijk je ziet de resultaten ook. Dus je weet dat het goed zit. Ja, je kan wel in Engeland ook wel om de hoek, weet je, maar wat ik zou zeggen, communicatie is ook belangrijk denk ik met zoiets. Als ik een pauze wil of iets of ik wil iets anders. Maar gaat ook gewoon op je gemak voelen. Ja, natuurlijk, dat is belangrijk. Je zit er toch wel voor 3-4 uurtjes. En hoe kom je bij dit design dan, je ontwerp? Bij de design? Zoals ik zei, ik wou een tattoo zetten. En ja, je gaat gewoon nadenken, weet je, wat is vet, wat wil je doen? En dan, debuutnummer bij Ajax was 42. Ik vond het altijd wel mooi en ik denk een zwarte band is, denk ik, tijdloos voor mij. In principe, het kan wel dat het na een tijdje gaat, of minder mooi gaat worden, of waziger. En dan kan je hem altijd gewoon weer inkleuren, weer met zwart. Ja. Maar die 42 blijft altijd en ik denk dat wel echt een druppel was om te tatoeëren. Mijlpaal in je leven. Ja, tuurlijk, ja. Dat kan vastleggen. Ja, die zwarte band eromheen dan. Zoals ik al zeg, je kan hem altijd nog wel verversen. Yeah.
Ja, we waren vanmiddag nog waren we in Londen gaan lopen. Dat was echt een vette stad. Ja, dat was ook wel natuurlijk een van... ja, eigenlijk een van de redenen waarom ik naar deze club ben gegaan. Ja. We zitten natuurlijk in Londen. En waren wel meerdere clubs ook geïnteresseerd. In Engeland ook. Ja. Maar... ook een van de redenen was dat je zeg maar, hier wel echt in Londen bent. Ja. En Londen is natuurlijk een wereldstad, dus ja, zoals je ziet, je hebt alles, je hebt winkels, je hebt restaurants. Het is wel een beetje druk op de weg, dat wel, maar voor de rest heb ik het echt naar mijn zin hier. Ja. En de taal natuurlijk. Het scheelt ook dat je wel, bijna iedereen kan wel een beetje Engels zich verstaanbaar maken. En hiervoor speelde je bij? Hiervoor speelde ik in bij Ajax. Ik was 9 en toen werd ik eigenlijk gescout door Ajax. Toen heb ik 10 jaar bij Ajax gezeten. Hele jeugd doorlopen en uiteindelijk de stap naar het buitenland gemaakt. Ook nog niet zo lang eigenlijk, hè? Buitenland? Nee, in dit seizoen. Dus het is nu 3-4 maanden geleden dat ik echt mijn aantekening zette. Ja. Zit er ook een bepaalde tijd aan het vast of niet? Aan het contract? Ja. Ja, ik heb zeg maar getekend voor 4 jaar. Uh-huh. Dus in principe ben ik gewoon 4 jaar sowieso in Engeland. Ja. Tenzij het anders gaat of het loopt niet meer zoals je gaat en op de club zit er niet meer in je dan. Ja. Wordt er nog wel eens. Want ik had ook nog een contract lopen zeg maar, bij Ajax, maar we hebben gewoon samen besloten zeg maar, dat ik een andere club mocht zoeken. Yes, zijn we weer terug in Nederland. Het bijzondere aan zijn tatoeage was is dat het een compleet zwarte band was, zeg maar. Ook aan de binnenkant van zijn arm. Compleet zwart, met zijn debuutnummer erop, 42, hartje op de achterkant. Voor de liefde. En het bijzondere was is dat het dus compleet zwart is. En dat zie je tegenwoordig vaak voorbij komen, blackwork tattoos. Lastige aan blackwork, echt, om het te zetten qua techniek. Is toch het constant werken. Je hebt dan een groot vlak met zwart wat ik heb gedaan bij Gyro. En dat je dus laag voor laag, zwarte laagjes zeg maar, laag op laag gaat werken. En waardoor het dus gewoon constant moet zijn. En als het dan is genezen, dan kan je nog wel eens zien dat je een baantje hebt gemist. Maar dat werk je dan gewoon bij. Ik ga lekker naar bed, want ik heb een goed weekend achter de rug gehad. En Gyro, bedankt nog voor de shirt. Dus later.